Dag, Moek. Vrijdagmorgen. Oh, er komt geen end aan het krantenverslag. Nog steeds geen spoor van Terpstra. Misschien is hij geabonneerd op de NRC. Kan hij straks lezen dat ik hem nodig heb. Vandaag zal het grote Europese besluit moeten vallen. Mijn hemel, ga ik of ga ik niet? Of ga ik wel naar Pierre, maar niet naar het parlement? Omdat ik wilde weten of ik zo'n toespraak aan kan, heb ik een videoopname van mezelf laten maken. Ik wil geen modderfiguur slaan. Misschien stuur ik mijn ex wel een kopietje. Ik heb een videoopname van mezelf laten maken. Maar dat wist hij geloof ik al, hè? Even kijken, hoor. Oh, wat vreselijk. En omdat ik wilde weten of ik zo'n toespraak wel aan kan, dacht ik... Ik laat maar eens een videoopname van mezelf maken. Ja, dat weten we nou wel. Schiet nou maar op. Ik zal wat voorlezen uit mijn dagboek voor NRC Handelsblad. Nee, niet voorlezen, hoor. Oh ja, niet voorlezen. Nee, natuurlijk niet. En niet aan je neus. Nee. Dat is waar ook. En dit zou ik ook niet doen. Nee, zeg alsjeblieft, ze zien je aankomen. Ga zo, verdomme, als je het allemaal zo goed weet. Mooi geweest. Heel leerzaam. Heel echt leerzaam. Die band die stuur ik niet naar mijn ex. Die band die stuur ik gezellig naar Pierre. Maar waarom zou ik hem eigenlijk sturen? Kan ik hem net zo goed gaan brengen. Maar dan moet ik wel beslissen of ik naar Straatsburg ga. Ik heb op mijn verzoek 11 offertes uit 11 Europese landen van 11 Europese vlaggenfirma's ontvangen. En stuk voor stuk zijn ze me voor. Hè? Ze gokken op Europa allemaal. Maar zij hebben de kans niet om voor de EG te spreken. Die kans heb ik weer wel, maar die kan ik ook verknallen. Terpstra is anti. Wilhelmina is pro, pro juventutum. Dolly zou het natuurlijk enig vinden als ik ging. En Jildau, ach Jildau, zal ik hem missen. God, dan blijven die bloemen lang goed. Ik zou daar een flinke klap kunnen maken. Maar ik zou hem ook kunnen krijgen. Ik zou het allerliefst gaan voor vlag en wimpel. Maar ik moet voor Lubbers en Van den Broek. Ik zou het allerliefst, ik zou.